Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim CD. Ja, hele goede dag. Een paar administratieve dingen. Haak iedereen af. Sta je open voor een podcast, zeg maar, in het krantencafé hier met publiek en bier, bitterballen? Nee. Oké, hebben we dat ook weer afgevinkt? Dat is een ideetje. Voor de laatste podcast voor het EK. Van wie? Van wie is het? Dat wij dat idee? Dan van Marius, collega van de videoredactie. Zegt nee. Leuk man, gaan we doen. Kunnen ze met je op de foto? Nee. Kunnen we toch één keer live opnemen? En niet voor die feest en partij. We nemen toch live op? Wat nemen we live op? Maar dit? Bedoel, met publiek. Ja, dit is niet live, later zijn we later. Ja, nee, ja. Dit is semi-live, denk ik. Met publiek. Ja. Niet leuk met publiek? Nee. Ik zit toch die theatertour, weet je, die lonkt wel, ja. Hè? Ja, nou, dan doe je dat toch? Ja, je hebt mij toch niet nodig? Nee, jawel, ik heb je wel nodig, dat is het hele idee. Okay. Maar voor welk dat bedrag wil je het wel doen? Ja, nou, de Saoedische bedragen aan denken. Dan strepen we die af, hoeven we daar ook verder geen aandacht aan besteden. Dan vroeg ik me af hoe het met de elektrische auto is, zo belangrijk. Nou, wij vroegen ons af, accu in? We vroegen ons af, want we gaan een maandagochtend voor onze vlucht naar Duitsland opnemen. Ja. Maar mag je die auto dan 4 dagen dan moet je aan zo'n laadpaal laten? Dan moet je aan riem vragen natuurlijk. Is dat niet bedongen bij dat gesprek laatst? Nee, dat is eigenlijk niet. Je kunt toch gewoon aanzetten. Ze willen graag dat je bedrijf elektrisch. Ja, dus heb je maar 4 dagen. Ja. Drie. Oh ja, en, nog en als hij 100% is, dan alleen. Ja, dan kunnen andere collega's even niet laden. Oké. Nee. En we hebben maar 6 laadpalen. Ja. Dus, nou ja, ook zo. Ja. Maar en dan nog één ding. Als je dus op een snelweg, 2-baan snelweg rijdt, dan rij je... Je zegt het fout. Een 3-baan snelweg. Ja. Nee. Een 2-baans, dan rij je altijd in het midden. Dus met tussen de 2 banen in. Ja, met die witte stukjes dus, in het midden van mijn auto. En de linkerbaan... Maar dat is heel moeilijk met zo'n elektrische auto, want die heeft zo'n lane control. Waarom zou je dat doen, denk je? En dan gaat hij iedere keer ga je of naar links, maar dat wil ik helemaal niet. Maar dat is heel moeilijk om dat uit te zetten. Je kan het wel uitzetten, maar als je dan 1 keer remt, dan gaat hij weer terug. Dus echt een crime. En waarom rij je dan het liefst zeg maar, tussen de banen? Als er iets in? Van links komt, dan kan je naar rechts uitwijken. En komt iets van rechts, dan kan je naar links uitwijken. Ah ja, oké. Maar jij bent altijd de voorste auto in de file. Hoor. Ja, opmerkelijk vind ik dat wel. Maar goed, het is helemaal wel heel veilig. Ja, dat geloof ik. Veiligheid van. En als er dan 3 banen zijn, dan rijd je gewoon in de middelste baan. Nee, dan zoek ik gewoon tussen 2 en 3 die strook op. Of tussen 1 en 2 zoek ik die strook op. Oké, nee, helder. Ik vind het apart. Ik ga eens wat met Ellie Lus bespreken. Kijken of het allemaal door de beugel kan. Ik denk dat het strafbaar is. Nee, natuurlijk. Ik denk dat als er een oom agent voor je of achter je rijdt, dat je dan even langs de weg gezet wordt. Je draagt bij aan de veiligheid. Want? Dan kan je toch niet gestraft worden. Verwarrend voor de automobilisten daarachter natuurlijk, hè? Want die weten dat ja, niet. Ja, maar als die heel hard aankomen rijden, ga ik wel even opzij. Oké, nou goed. Dan gaan we links op naar rechts. Nou, dat ligt er een beetje aan. Rechts. Ik heb nu een auto en dan kan ik niet meer rechts passeren. Dat is ook belachelijk, is dat. Oh, omdat hij dan ook een alarm... Nee, hij accepteert geen rechts parkeren. Rechts inhalen. Maar ik heb gebeld, maar er zit ergens een knop en die moet je indrukken, maar die heb ik nog niet gevonden. Maar je weet dat het ook niet mag, hè, rechts inhalen? Ja, wel. Als ik gewoon een afslag, dan haal ik gewoon rechts inhalen. Dan mag het wel. Als er blokken staan wel, hè? Ja. Oké, nou hebben we dat allemaal ook weer gehad. Ondertussen maakt het Nederlands elftal zich op voor het duel. Dat is vrijdagavond. We nemen dit vrijdagmiddag op tegen de Schotten en dinsdag tegen de Duitsers. Die EK-koorts, dat begint het al een beetje toe te nemen. Heb je er goede hoop dat we een mooi figuur gaan slaan in Duitsland in de zomer? Ja, ik was vorige keer ook wat enthousiaster dan Valentijn. Valentijn denkt dat ze sneuvelen in de kwartfinale, want dat doen ze altijd ongeveer. Ja. Nou, ik heb wel het idee dat het, ja, als het echt mee zit, iedereen fit is. Het lijkt nu wel of je Ronald Koeman en Nathan Aké hoort praten. Maar als iedereen fit is, dan denk ik dat Nederland gewoon echt best wel een leuke outsider kan zijn. Ja. Nou ja, kijk, die Nathan Aké, die hebben we gisteren gezien. En alle respect voor die jongen, die heeft echt alles gewonnen. En die zegt van, hoe heet dat? Een leuke groep en een goede groep. En dat zeggen we nu al 3 toernooien of 2 toernooien achter elkaar. Zij vergaan ook al, hè? En zij vergaan ook al. En ze zeggen het allemaal. En dan zeggen ze, ja, en nu gaan we eisen stellen. En als je dan een keertje kritisch bent, of je stelt echt eisen, ja, dan kan het allemaal niet. Ik vond het echt zo'n gelul. Het moet gewoon iedere keer... moeten die eisen zo hoog mogelijk gelegd worden. En de lat hoog leggen betekent voor mij finale, minimaal finale halen. Mm-hmm. En dat gaan ze niet halen, want ze hebben gewoon te weinig kwaliteit om de finale te halen. Maar ja, ik word altijd moe en dan ineens dan moeten de eisen
die moeten maximaal gesteld worden. Ja, dan denk ik, ja, dat moet altijd. Maar weet je wat dit ook maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt nooit. Intern niet bedoel je ook. Nee, natuurlijk niet. Want stel je nou dat er wat gebeurt, dan zijn de eerste zijn de spelers die allerlei excuses halen of aanbrengen. En ook de coach. Ja, er zijn in feite geen excuses voor. Je moet gewoon met dit materiaal moet je dan gewoon de finale halen. Maar weet je wat ook aan je mist? Ginta. Ja, Ginta. Nou ja, en aanvallers van wereldformaten, ja. Memphis en Wijnaldum. Ja, maar het is toch zo'n goed team? He, wat Mike net zegt, dat werd gisteren uit en daarna werd dat benadrukt. Gaat om het team, hè? Ja, het team dit en het team dat. En Van Basten stond in 88 ook pas tijdens dat toernooi echt op. Ja, dus nou, ik vind allemaal dat echt het slappe gelul naar een toernooi toe. Alleen maar om vertrouwen met elkaar te kweken en het volk warm te laten. Ja. Ja. Wat is het alternatief dan dat je zegt, ja, het wordt toch niks, joh. Kijk, het is nee, zeg net zoals ik, kwartfinale jongens, dan zijn we eruit. Ja, gaan we naar huis. Okay. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, als je kijkt welke jullie spelers je in de achterhoede kunt opstellen. Ja, Dumfries, Inter, De Ligt, Bayern München, ja. Van Dijk, Liverpool, Arke City, Blind, Girona. Ja, maar zijn dit nu allemaal de dragers van hun verdedigingen bij die topclubs? Nee, zeker niet. Maar alleen Van Dijk. Als je daar veel speelt, zegt dat natuurlijk wel iets. Dan ben je geen koekenbakker. Nee. Het zijn geen koekenbakkers, dat zou ik niet zeggen. Maar het zijn ook niet de topverdedigers zoals wij denken allemaal. Nee. Want ze zijn echt niet zo goed. Want ook deze jongens liepen allemaal mee bij het WK in Qatar. Ja, en Messi die gaf twee passes. En die hele verdediging met al die topverdedigers uit die internationale topcompetities bij die internationale topclubs. Die ja, het scheelde dit, hè? We waren bijna door naar de halve finale. Jij hebt ook al, wat me wel opvalt, heel tussen. Je hebt gewoon al de datum dat de kwartfinale is. 6 juli heb je al je agenda gezet. Ja. Toen ik 7 juli ga naar huis. Ja, want op 8 juli moet ik op vakantie. Oh, is al geboekt. Echt waar? Nee? Ik heb wel geboekt, maar kunnen ik kunnen we dan wel niet snel gaan ook? Want dat vond ik in Qatar, weet je, dan ben je uitgeschakeld en dan wil je ook gewoon gaan. En dan zit je nog 3 dagen in dat Subaru hotel. Jouw hele trip Qatar was een vakantie. Ja. Dat is toch leuk 2 dagen. Ja, weet je, snap je dat? En hoor je dat meisje ook alweer? Wat? Welk meisje? Oh, ja, Lady. Tim, hello. Ja, leuk. Lady. Leuk was die. Ja. Ja, was een leuke meid. Waarom? Maar daar hebben we het voor gedaan. Dat jij nog een paar dagen over ons blijven. Vrouw luistert naar de podcast. En hoe heet die Kroatisch ook? Ivana Knul. Okay. Ja, die was voor Rick. Die wilde ook nog een paar dagen blijven. Rick zat overal op de azen. Jij? Ja. Nee, ik was vrij rustig, maar Rick die zat overal op de azen. Nou, ja, maar we waren in december terug. Rick heeft gecompenseerd tot juni, geloof ik. Nou ja, zeg. Ja, ben jij er nog uit tot voor het EK of niet? Nou, misschien moet ik even over nadenken. Oké. Hebben we het net over gehad, hè? Ja. Nee, maar wat ik het mooie vind, Valentijn rijdt op de weg in het midden. Ja. Maar deze podcast niet doen. Nee, die is schoon. Wat is die dan? Nou, dan rijdt hij behoorlijk links. Ja. Een beetje aan het spookrijden. Ja, rechts. Erg rechts. Maar zie je dan Frankrijk? Zulke hoger niveau. Portugal, Engeland, Spanje. Engeland ook? Dan heb je al de 4 halve finalisten. Italië, daar ben je door weggespeeld bij het Nations League. Kroatië ben je door weggespeeld bij de Nations League. Dus je hebt echt helemaal niks te zoeken in die halve finale. Maar ze hebben natuurlijk ook wel blessures gehad. Wat Ake zegt, hè, als we fit zijn helemaal, dan is het natuurlijk best een aardige selectie. Ja. Zeg Koeman. Dat zei Koeman inderdaad. Ja, nou ja, prima. Stel je voor dat ze fit zijn bij Frankrijk allemaal. Dan hebben ze de beste selectie van de wereld dan. Ja. Nog beter dan Argentinië, de wereldkampioen. Zie jij aanvallers, daar komt die producer heen, die misschien wel dit EK kunnen doorstomen naar dat Europese topniveau. Ja, ze hebben natuurlijk al 1 spits van Europees topniveau, dat is Brobby. Ja. Kunnen ze niet tegen, daar kan hij niet tegen. Maar die Feyenoorders, joh, dit is zo'n open zenuw, dat is echt. Nee, maar dat is wel de kwetsbare plek. Maar hij die ziet echt wel. Er is 1 speler die, denk ik, kan doorgroeien tot de internationale top. Zierkzee. Ja? Ja. Opleiding genoten bij Feyenoord. Oh ja. Ja. Nee, die zitten er niet bij. En Wijnaldum Depay, heel leuk allemaal. Maar zijn 4 jaar ouder dan toen Nederland de Nations League finale heeft gehaald. Dus dat gaat hem ook niet worden. Nee, dat maar is je vasthouden aan iets wat niet. Ik voel een weddenschap aankomen. Wanneer haalt Brobby de Europese top? Welke club moet hij dan tekenen? Top 4 Engeland? Of, Nee, niet top 4 Engeland. Top 4 Champions League. Maar. Kijk, want je kan wel zeggen top 8, maar ja, daar zit er altijd een verdwaalde ploeg als Borussia Dortmund bij. Of in dit geval Atletico Madrid. En Borussia Dortmund trouwens ook. Of PSV bijna. Dus dan moet je zeggen halve finale. Haller die mag ook al weg, hè? Weer bij Dortmund, las ik. Oh, misschien een goede voor Ajax. Ja, denk je dat? Nee.
Nee. Nou ja, goed, misschien dat hij wel terug zou willen keren, toch? Heeft hij zou misschien best terug willen keren, maar ik vond het geen goede speler. Nee. Nee, hij scoorde 11 keer in de groepsfase. Ja, ja. Ja, ja. Komt door Anthony, die deed toen ook goed. Ja, die is ook voor 100 miljoen weggegaan. Nou. Maar wat ik wou zeggen is, wat ik zat te bedenken, je hebt het dan over die aanvallers van wereldklasse, maar volgens mij werd Griekenland Europees kampioen met Charisteas. Nou, dat weet je net wel, ja, toch? Ja, dat is een eeuwigheid geleden, Pim. En toen stond Nederland, die waren toen in transitie. En die stonden ook in de halve finale. Die werden daarin kansloos weggespeeld door Portugal. Ja, was nog met 8 deelnemers, toch? Ook dat. In totaal? Nee, toch? Nee, in de halve finale. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, volgens mij hebben we 16, denk ik. Iets meer, denk ik. Dat ja, 16. Dat deden, ja. Mij. Nou ja, goed. We gaan het allemaal afwachten. Laten we even naar de stellingen gaan. Vlekken wordt de eerste doelman van Oranje. Eens. Oneens. Koopmijners klaar voor de Premier League. Eens. Eens. Ajax, goede optie voor de licht. Ik las het, hè. Het werd aangedragen, dus vandaar dat ik hem even stel. De licht, goede optie voor Ajax. Ja, eens. Eens. Ja, oké. Okay. Ramai is de nieuwe Ter Stegen. Oneens. Ja, ik Feyenoord had naar... Wordt steeds gekker. Wijnaldum had naar Feyenoord moeten gaan. Eens. Ja, oneens. Wijnaldum en Depay kunnen voorlopig beter geen interviews geven. Oneens. Oneens. Jiménez kan Real Madrid aan, zegt zijn vader. Oneens. Eens. Echte clubliefde dat Guy zijn contract wil uitdienen. Eens. Oneens. Hij gaat leuk deze stelling, hè? En Oranje gaat hier niet spelen. Maar weet je wat nou het gek is? Nou ja, we zitten natuurlijk voor die wedstrijd van vanavond. Dus ik denk, gooi het een beetje los. Ja. Wat was de laatste moeilijk stelling? Een half uur op die wedstrijd gaan voorbeschouwen. Nee, wat was de laatste stelling? Oranje gaat 4-3 spelen op het EK. Eens. Maar weet je wat nou het grappige is? Hein komt net terug van een interview met de hoofdredacteur. Sindsdien heeft hij de slappe lach. Ik weet niet wat daar gebeurd is. Ook trouwens opmerkelijk dat Duitsland heeft dus... We hadden het er nog over met Kanye West. Hè, dus Duitsland heeft ook Adidas de rug toegekeerd. Ja. En gaat met Nike in zee. Ja, ja, dat is echt... Dat is de voor mij dan de meest historische sponsordeal die er bestaat. Duitsland en Adidas. Ja. Hè, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik weet niet hoeveel jaren al, maar volgens mij sinds het begin ontstaan van de firma Adidas. Want het voetbal bestaat iets langer dan Adidas. Dan denken ze daar bij Adidas soms anders over. Oh. Maar nee, Nike heeft dat overgenomen. Ja, werkelijk een ongelofelijke move is dat van Nike. Dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Bijzonder is, of nou niet zo heel bijzonder, want ze zijn nu nog aan elkaar verbonden natuurlijk. Maar Ajax had het legendarische trainingskamp voor dit seizoen op het complex in Herzogenaurach van Adidas. Ja. En daar waren ze gigantisch trots. Want de basecamp van de Duitsers tijdens de EK is dat complex. Dus waar Mislintat al zijn meesters zitten heeft bedacht, daar zit Duitsland komende zomer. Ja. Alleen ja, dat zal dan ook... Het is trouwens een schitterend complex. Ja, ik ben er ook wel eens geweest, ja. En had ik al verteld dat Adi Dassler, de oprichter, zijn broer... Ja, Puma. Ja, bekend verhaal. Goed verhaal. Klopt. Ja, Horst. En Nike doet ook het shirt van Engeland. En daar is dus ophef ontstaan. Omdat ze het kruis van Engeland hebben gepimpt. Dus ze hebben op de op het shirt zit het Engelse trotse rode kruis. Ja. En dat hebben ze een beetje paars fluoriserend achter gemaakt. Oh ja? En heeft zelfs de premier van Engeland, die Runjak, die heeft gezegd van dat is heiligschennis. Dat moet je niet doen. Geen Photoshop? Nee, is echt waar. Zo in Engeland een enorme ophef. Nee, maar het zou hetzelfde zijn als je bij het rood-wit-blauwe in de groen verandert. Ja. Ja, dan wordt het rood-wit-groen. Ja, dat kan toch niet? Nee, dat zou wel een beetje belachelijk gek zijn. Ja, maar dat is dan de vlag van? Rood-wit-groen, dat is Ierland. Hè? Ja. Nou, nee. Nou goed, of Italië. Nee, maar dat is net wat lastig. Maar we hadden het over 4-3-3. Is dat dan toch nog een geheimzinnig mogelijkheid die boven de markt hangt, dat hij toch naar het 4-3-systeem gaat omschakelen, misschien in een makkelijkere wedstrijd? Ja, nou, sowieso zou ik het in de makkelijkere wedstrijd doen. Dus ook tegen Schotland en Duitsland. En dadelijk tegen Polen of Wales. Maar ja, ik vond het een hele rare opmerking van Koeman tijdens die persconferentie, de eerste persconferentie van afgelopen maandag, dat hij ineens zei van, we gaan ook nog met 3 middenvelders voetballen. Ja, 3 middenvelders en 5 verdedigers. Ja. Dan kan je wel een systeem formeren waarin je 3 middenvelders hebt. Maar ja, ik denk dat het nog steeds boven de markt hangt. Ja. Ja, en we weten natuurlijk allemaal dat Virgil van Dijk in het liefst in 4-3-3 speelt. Ja. Terwijl hij misschien ook juist in die driemans defensie wat makkelijker achter de verdediging kan bivakeren.
Ja, maar ik weet niet of hij per se achter de verdediging wil bivakeren. Maar met vier is het allemaal wat duidelijker dan met drie. En dan, als je met drie, dan komt die bezetting op die flanken. Die kan in de problemen, daar kan je in de problemen komen, hè, zeg maar in de tegenaanval. Ja. Dus dat dringt hem, of dat dwingt hem bijna naar het midden of naar de zijkanten toe. En daar verschijnt hij niet graag. Nee, dan met één balbezit is het niet zo. Maar het gaat natuurlijk vooral qua verdedigend. Maar tegen de kleine tegenstanders kun je toch ook prima met Blind, ja, Van Dijk, Arke en Dumfries achterin spelen, of niet? Ja, ja. Nou ja, nu heb je het dan over tegen Schotland, want Hartman is natuurlijk geblesseerd. Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of je het nu al. Ik denk dat hij wel een van de twee wedstrijden. En voor mij is dan Schotland wat logischer. Vaandert heeft ook een reden waarom het tegen Duitsland logischer zou zijn. Maar dat je een van die twee wedstrijden dan ook gewoon 4-3-3 uitprobeert. Je hebt dan in juni ook nog twee interlands tegen IJsland en Canada. Dus ja, dan kun je. Maar dan wordt het wel heel kort op het toernooi om nog verder te experimenteren. Ja, en dat zijn ook geen tegenstanders waar je wakker van ligt. Nee. Waar je een systeem tegen kan testen, zeg maar. Maar IJslanders gisteren ook gezien. Ja, dat viel me ook wel mee. Gewonnen, hè? Die hebben wel gewonnen, ja. En Canada, die heeft het volgens mij wel aardig gedaan in zo'n Noord-Amerikaans toernooi of zo. Ja, maar op het WK speelden ze ook best aardig voor. Toen in de pool met Marokko en België, toch? Ja. Ook, oh, ja. Veel fysiek. Ja. Veel fysiek. Maar wie zijn dan de flankaanvallers van het Nederlands elftal? Dus Malen zou natuurlijk op links. De Paai kan ook op links. Ja, de Lang kan op links. Dus je hebt veel opties op links. Op links heb je heel veel. En op rechts hebben we Stenks gezien. Maar ja, bij Feyenoord in die grote wedstrijden viel het niet helemaal mee. Hè, in die Champions League wedstrijden. Maar bij het Nederlands elftal heeft hij het wel goed ingevuld. En ja, Malen kan ook eventueel ook op rechts spelen. En je kan ook met een hangende aan de rechterkant. Hè, Frimpong, want dat gaf hij dan ook aan. Die kan ook hangend rechts buiten spelen. Ja. Dus dat is ook nog een. Ja, Malen kwam ook tegen PSV natuurlijk van rechts, hè? In de Champions League. Ja, tegen PSV. Ja, dus wat dat betreft zou dat dan wel nog. Maar hij zei ook dat Brobby en Depay. Er was geen optie samen. Dus dan kun je natuurlijk wel denken aan Brobby of Zirkzee in de spits. Depay vanaf links en dan of rechts Frimpong. Ja. Stenks. Ja. Nou ja, best wat mogelijkheden. Berghuis wordt niet meer genoemd. Nee, en die zat ook niet in de voorselectie. En toen was hij volgens mij niet geblesseerd. En Bergwijn, die zat volgens mij wel in de voorselectie. Ja. En die was, die is nu natuurlijk ook er niet bij. Er is geen enkele Ajax-seat bij. En dat komt heel weinig voor. Hm. Volgens mij was het de eerste wedstrijd, Mike. Dat weet je, hebben ze na het WK 2010. Ja, volgens mij wel. In de Oekraïne, in Donetsk. Toen werd er ook zo'n nog niet gevochten. Hè? Ja. Succestoernooi. Ja, of was het juist in 20? Nee, dat is een groot succestoernooi geweest. In Oekraïne? Nee. Nederland speelde tegen Oekraïne. Dat gelijk na het WK. De eerste wedstrijd gelijk na het WK. Nee, zeker. Nee, ja, of was het met dat EK aan mijn hoofd. Eerste wedstrijd het zou. Nee, het was na het WK met Bert van Marwijk. Ik zag laatst ook nog een stukje voorbij komen. Het is de eerste wedstrijd van Hiddink is het ook gebeurd. Maar toen was een boycott van de Ajax-zieden. Die wilde toen vanwege het drukke programma. Ja. Dat de KNVB een keer na zou denken over het inplannen van wedstrijden. En ook volgens mij de keer toen in de tijd van Cruijff. Je moest schoenen kopen, volgens mij, in Italië. Nou ja, maar is Berghuis is dat een gepasseerd station voor het Nederlands elftal? Denk jij, wat vind jij? Ja, ik hoop dat hij nog een flink aantal wedstrijden bij Ajax de laatste tijd kan spelen. Want op zich, hij kwam erin tegen Argentinië. En toen gaf hij echt wel. Toen maakte hij echt wel het verschil. Hè? Want iedereen heeft het over weggehorst. Maar alle gevaar kwam bijna bij Berghuis vandaan. Ja. Waar hij van de anderen konden profiteren. Als Ajax de laatste 8 wedstrijden wint, nog derde wordt en Berghuis een hoofdrol speelt. Dan dit gaat niet gebeuren. Maar Berghuis is natuurlijk wel, wat Vaandra zegt, ook tegen Argentinië was hij echt heel goed. En in Nederland zelf heeft hij wel meer goede wedstrijden gespeeld. Ja, gezien weinig aantal opties aan die rechterkant. Vind ik het niet heel gek als hij hem wel meeneemt. Nee. Koopmeiners ging het ook nadrukkelijk over deze week. Hij heeft zelf in een interview gezegd dat hij eigenlijk wil vertrekken deze zomer. Ja. We hebben echt topinterviews. Vorige week Kukçu. Ja. Nou, heel Portugal staat natuurlijk op zijn achterste poten. Want ja, er is geen speler meer die de kattenbel durft aan te binden. En hij wel. En zowel de trainer als de hele club kregen een paar draaien om hun oren. Mooi, de kattenbel, draai om de oren. Ja. Dat is wel bijna polygoontje dat is allemaal jaren 60. Ja, zeker. Met een lage schooltijd. Eind jaren 60. En Mike die had van de week Koopmijners. Ja. En die roept ook gewoon van, dat is een leuke nader. Maar ik ben weg daar. Voorpagina Italiaanse kranten. Stefan Odenswil. Hebben ook de Turkse kelder gehaald. Ja. Zo. Oh ja? Cool. Wat wil die dan? Ja, die gaf even een korte beschrijving van wat zich afgaat. Oh, dat heb ik ook gezien. Ja, je had nog even gebeld daarmee. Ik kreeg een heleboel Turkse journalisten aan de lijn. Maar ik had geen tijd om terug te bellen.
Oké. Okay. Maar Koopmeiners, terecht wel, denk ik, toch? Nou, dat je een stapje omhoog kan even zetten. Ter verdediging van Koopmeiners. Koopmeiners zei het heel netjes. En wij zijn af en toe kort door de bocht. Maar Italianen zijn kennelijk nog veel korter door de bocht. Want Koopmeiners zei, ik heb intern aangegeven dat ik het tijd vind voor een volgende stap. Ja. Maar er moet wel iets heel moois komen. Wil ik deze prachtige club inruilen, blablabla. Bla, bla. Mooie tijd gehad. Nou ja, je kent het allemaal wel. Dus dat was eigenlijk heel netjes. Hij hoopte ook dat Atalanta een mooi bedrag aan hem overhoudt. Want zij hebben toen hun nek uitgestoken en hem bij AZ opgehaald. Dus hij zei het heel netjes. Ja. Alleen ja, dat werd... Hij zei het wel. Het was voorpaginaatje op internet van de Gazzetta, Dello Sport. Dat kan je mooi op je cv zetten natuurlijk. Ja, ik niet. Ten koop mij niks. Oh, ja, en dan in één week tijd, Mike Gazzetta. Ja, heb je het nog in het Italiaans getweet? Wat had je er zomaar nog een miljoen volgens mij gehad? Nog een miljoen, alsof ik op de 7 miljoen zit. Ik heb 132.000. En de Hurriet, stond hij ook vooraan met die Denzel. Op de voorpagina van die Hurriet. Goed zeg. Ja. Maar die andere fanatiek. Fanatiek. Wat ik dan weer, maar daar heb jij dan waarschijnlijk weer niks mee. Maar die Deroon, dat is toch fijn hoe die hij niet lachen. Hoe die familie Deroon de familie Koopmeiners heeft ondersteund. Hè? Dat is mooi, jij onderschat dat. Ja, want hij spreekt dan geen Italiaans. En dan Deroon, die ze ook samen gaan eten in Atalanta. Nou, toen we deze podcast begonnen, vond ik het heel fijn dat vader jouw gebrabbel gewoon even vertaalde. Ja. En die vragen en die stellingen wel duidelijk doorgaan. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, als jij nieuw bij een club komt, geen woord Italiaans spreekt, en je hebt een Italiaanse trainer die zegt, nou, dit en dit is de oefening in het Italiaans. En dan loopt de Deroon naast. En dat hij even zegt, doe het nou zo en zo en zo. Dat het wel een stukje makkelijker maakt. Ja. En ook de vrouwen, die gingen goed met elkaar om. En het was de eerste keer in het buitenland. En ik weet... Het was allemaal wel in de verleden tijd geschreven. Dat vond ik wel opvallend. Oh ja, over de vrouwen gingen goed met elkaar om. Wat is er gebeurd? Ja. Nee, die gaan nog steeds goed met elkaar om. Maar de sentimentele geneuzel doet het hier niet zo heel goed. In denk de podcast. Ik, denk ik. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel prettig is als jij als jonge jongen bij AZ weggaat. En dan in Italië komt. En daar zit al een Martin Deroon en die vangt je op. En dat het allemaal een stukje makkelijker wordt. Ja. Wijnaldum zorgt ook voor ophef. Door een interview te geven waarin die... de toeslagenaffaire eigenlijk vergeleek naar Nederland met Saoedi-Arabië. We hebben het allemaal wel over Saoedi-Arabië, maar wat hier gebeurt is ook niet mis. Nee, ja, dat is natuurlijk oliedom is dat geweest van hem. Daar had hij veel beter in begeleid moeten worden. Maar want het komt bij hemzelf vandaan, want hij heeft ook gezegd van... ik heb nog wel over nagedacht, wat zal ik zeggen? Zal ik wat zeggen? Ja, ik ben voetballer, kan ik zeggen. Maar daar wil ik me niet achter verschuilen. Maar hij toont zich altijd maatschappelijk betrokken. Maar uit dit antwoord bleek gewoon dat hij maatschappelijk helemaal niet zo betrokken is. Of in ieder geval niet weet wat er overal speelt, waar die aanmeert. Dat was in dit geval Saoedi-Arabië. Ja, en als je dan de toeslagenaffaire vergelijkt met openbare terechtstellingen. Ja. Ja, en LHBTQ... Nou ja, jij ook zal er nog meer. Die zijn hun leven daar niet zeker. En die worden opgepakt. Vluchtelingen worden bij de grenzen afgeknald. Ja. En dan zeggen van nee, dat weet ik allemaal niet. En maar het staat allemaal in rapporten. Ja, maar dat is de media. Ja. Nou, die maakte echt een hele slechte indruk. En dat is doodzonde, want het is een hartstikke goede jongen. Maar je mag wel iets meer maatschappelijke betrokkenheid van iemand verlangen die naar zo'n land gaat. Ja, en dan zie je, toen kwam de persconferentie van Koeman, en die had er wat langer over na kunnen denken en ook kunnen reageren op dat interview van Wijnaldum. En het verhaal was eigenlijk heel simpel. Wijnaldum wilde naar Feyenoord. Paris Saint-Germain was de eigenaar nog van Wijnaldum. Die wilde heel veel geld. Dus ja, die optie 10 miljoen, werd, hè, geloof ik. Ja, die optie werd doorgestreept. Het was gewoon veel te duur voor Feyenoord. Ja, en dan kun je kiezen of in Parijs blijven, een half jaar niet voetballen en niet naar het EK gaan, of stoppen met voetballen. Of naar Saoedi-Arabië gaan. En als jij dan zegt van ja, ik had nog maar één echte optie over. En dat was voetbal in Saoedi-Arabië. Ja. Want ik ben een voetballer en ik wil voetballen. Maar denk je dat dus echt? Dat er maar één optie over? Ik vroeg me af te vragen. Dat was namelijk niet zo. Want dat zei Wijnaldum zelf ook. Want ik heb erbij gestaan bij dat interview wat hij had met Noah Fahle. En wij kregen hem daarna en konden hem ook nog wat dingetjes vragen. Maar dat was niet zo. Want hij zei tegelijkertijd dat hij zoveel zou moeten inleveren bij Feyenoord, dat hem dat niet waard was. Hmm. Dus met andere woorden, hij had wel zoveel kunnen inleveren. Als hij voor niets had gaan voetballen bij Feyenoord, had hij gewoon bij Feyenoord kunnen voetballen. Maar hij heeft natuurlijk de hele carrière nog niet voldoende verdiend. Dus hij wil meer verdienen. En dus gaat hij naar de zandbak om daar nog meer geld op te halen. En daarom kwam Feyenoord op het tweede plan. En Feyenoord kon niet ook nog aan zijn eisen voldoen.
Maar Feyenoord had een transferbedrag van 10 miljoen. Hebben ze ook voor die Japaner betaald. Ja, Ueda was ook inderdaad. Ja, dus wat dat betreft, dat had gekund. En ik begrijp wel dat die jongen niet alleen voor een appel en een ei gaat voetballen daar. Die hebben appel en ei, bestaat die nog? Nee, die zetten er ook even bij. Begin jaren 70. Terug naar het jaar. Ja, uitstekend. Nee, maar dus op dat moment, dan denk ik, ja, nee, nu spreek je jezelf toch tegen. En ik begrijp best dat je daar wil gaan voetballen dan. Omdat je graag wil voetballen. En je wil er ook wat voor terugkrijgen. Maar zeg dan gewoon van, ik heb gekozen voor het geld. Maar bij jou moeten we altijd vragen of het cynisch is. Je zegt, die heeft in zijn carrière nog niet voldoende verdiend. Ik mag toch hopen dat hij bij Newcastle, ja. Liverpool... Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Maar ja, die heeft geen euro meer nodig, man. Een goede zaakwaarnemer kan een speler als Wijnaldum toch ook gewoon ergens anders wegzetten. Ik bedoel, tuurlijk. Als je die op de markt zet, is toch gewoon gevierd. Dat denk ik ook wat je zegt. En dan is 10 miljoen ook niet onoverkomelijk. Het was wel zo dat hij natuurlijk een hele tijd niet gespeeld had en zwaar geblesseerd was geweest. Ja. Dus. En wat je ook wel... In Rome zijn been gebroken. Ja. Dus. Ja. Maar ja, wat ik me wel afvraag, ik zat die persconferentie van Koeman en die vertelde eerst hoe fit hij was. Dat bleek uit alle data. En ook dat hij op trainen een hele goede indruk maakte. En dat hij nu de kans kreeg in een wedstrijd, maar dat hij daar ook weer niet op moest worden afgerekend. En hij verdedigde hem heel erg voor dat interview. Ik denk dat Koeman in zijn hoofd al een plekje ingeruimd heeft in de EK-selectie voor Wijnaldum. Ik denk dat hij meegaat. Ja, denk ik ook. En met die vraag was natuurlijk te gemakkelijk voor Koeman om hem in te koppen. Want nu heeft hij natuurlijk de steun van Wijnaldum. Want hij nam het, wat Mike net zegt, op voor Wijnaldum. En ja, de spelers die voelen dat, die merken dat. En die vinden dat natuurlijk geweldig. Mm. Ook zijn collega's vinden dat geweldig. Want dan weet je dat als er een keer een faux pas gemaakt wordt door jou als speler, dat de bondscoach wel even achter je blijft staan. Maar goed, aan de andere kant lees je ook wel eens dat iedereen doet zaken met Saudi-Arabië. Hè? En op het moment dat een voetballer er naartoe gaat, hebben we natuurlijk ook met Henderson meegemaakt, terwijl het ook weer gevoelig lag, omdat hij natuurlijk ambassadeur was van... Ho, stop. Ja? Ik krijg net echt breaking news. Oh. Winactie. Vanavond vieren we de 750ste aflevering van 112 vandaag. Als dank voor jullie trouw kijkerschap geven we een 112 mok weg aan degene die op de meest creatieve manier weet te feliciteren. Ah, deze foto is echt top. Ja, maar dan zit ik dus midden in een serieuze podcast en dan komt producer Hein er doorheen en die maakt allemaal weer een spelletje van. Maar jij zit zelf met... Het is een IKEA-mok, maar daar heb ik dacht dat plasticje zit in de weg, heb ik er afgehaald. Die lekt die mok. Maar dat geen hond wil die 112 mok hebben. Niet. Nee. Dus kunnen we niet gewoon hier in de podcast dan een paar weggeven? Ja, dat kan. We kunnen ook een kick-off mok of kick-off fles azijn. Ja, ik vind het allemaal best. Ik had hem gedeeld en ik zag in één keer dat op mijn Instagram terecht kwam. Je was bezig over Henderson. Sorry. Nou ja, goed. Nee, dat het lijkt me vermoeiend als voetballer. Of is maar niet... dat publiek bij Aston Villa had dat gewoon heel goed door vorige week. There is only one greedy bastard. Ja. En dat is Jordan Henderson. En in feite geldt dat natuurlijk eigenlijk voor Wijnaldum. Alleen die komt dadelijk niet als een speler van de club komt hij nu naar Amsterdam, hè, vanavond dan. Maar hij komt als speler van Nederlands elftal. Nou, en dat vind ik ook, dan hoef je die jongen niet uit te fluiten. Of die is gewoon onderdeel van het team. Maar die heeft natuurlijk ook gewoon voor het geld gekozen. En dan kan je wel zeggen van, ja, iedereen doet zaken. Prima, maar zeg dan waarom je zaken Ik heb doet. Gewoon hiervoor gekozen. Ik wil nog even mijn zakken vullen. Ja. En hij heeft het hartstikke naar zijn zin. En hij weet niet wat er om hem heen gebeurt. Ja, dat begrijp ik als hij alleen in een compound maar hij zit. Hij woont dus niet in Bahrein zoals Henderson. Want die moest elke keer die grens over. Hij woont in Amman, Oh ja, dus dat gaat beter dan. Nee, dat is dingen. Dat is Saoedi-Arabië. Ja. Bahrein is geen Saoedi-Arabië. Nee, maar dat was voor Henderson toch zo lastig dat hij elke keer die grens had. Ja. Vooral de familie Henderson. Ja. En ik weet dat jij geen vrienden hebt, daar ga je altijd prat op. Maar als je dan toch een vriendengroep zou moeten hebben, zou je dan graag bij die van Memphis Depay aansluiten? Ja, dat is een lekker clubje, hè? Ja. Want Dani Alves werd ook nog even verdedigd, zag ik ergens voorbij komen. Ja. Nou, Promesse natuurlijk. Memphis zit volgens mij ook in de vriendengroep, als ik het goed heb. Je bent niet verantwoordelijk voor je vrienden. Maar zeg wel wat als dat je vrienden zijn. Nou, ik moet zeggen, ik heb uiteraard ook wel een mening over Promesse. Maar dat hij hem gewoon niet keihard laat vallen. Ik vond dat Helene Hendricks dat op tv ook best wel goed zei. Kijk, je bent niet verantwoordelijk voor de daden van je vrienden. Nee. En die vrienden die kunnen gigantische fouten begaan. En dan toch kun je zeggen van, oké, weet je, doe dat nou in de toekomst niet. En het is gigantisch onhandig. Je kunt het keihard veroordelen. Maar je hoeft ze niet af te stoten. Je hoeft ze toch niet te laten vallen. Nee, maar onhandig. Je mag ze afstoten als jij er zoveel problemen mee hebt. Dat je zegt van, ja, dit
dat soort vrienden, die heb ik liever niet. Mm. Nou, en dan zeg je dat. En oké, prima. Dat is heel legitiem. Maar ik vind ook niet dat je, omdat hij een fout heeft gemaakt of een crimineel verleden heeft of een criminele activiteit heeft georganiseerd, dat je per se zegt van, ja, dat is mijn vriend niet. Alleen je hoeft er niet mee te koop te lopen. Nee. En dat doen zij wel. Ja, maar dat beseft hij ook zelf. Hij zei van, ja, dat was helemaal niet zo bedoeld. En dat is zo opgevat. En, kijk, en daar mogen ze wel wat meer bewust van zijn. Ja, dat. En ik vind ook, als jij als Memphis, want hij noemde het hele tafeltje op met wie je had gezeten. Pogba zat erbij. Nou, die hangt nu vanwege doping. En er waren nog allerlei andere jongens die aan tafel zaten. Kijk, en dan kun je wel zeggen van, ja, als ik nou zoveel fouten of vrienden heb, doe ik dan misschien iets niet goed. Hij zei ook, mijn broer heeft 10 jaar vastgezeten. Ja, dus uiteindelijk kun je wel zeggen, alleen dat is niet aan ons. Nee, kijk, maar want wat je namelijk ook vaak hoort is van, ja, maar ik ken hem echt. Weet je, dat hangt er dan ook altijd een beetje over van. En die zie ik ook. Maar ik weet echt hoe Quincy in elkaar zit. Maar dat heb je Memphis toch niet horen zeggen? Nou, maar het is wel een beetje van. Nee, maar in een vriendengroep, dan, ik kan me voorstellen, als wij met elkaar zitten, dan zitten we heel anders. En dan hoor ik dadelijk, ja, je bent een coke dealer. Hè? Pim CD als coke dealer. Ja. Nee. Ja, dat zie ik heel goed voor me. Zeker in Amsterdamse. Zeker in die buurt waar jij woont. Ja, dan gaat het wel hard. Ja, dan gaat het heel hard. Ja. Goeie business. Er valt echt wel genoeg te verdienen daar. Nee, maar dan zeg ik, ja, ik ken Pim in een hele andere hoedanigheid. Ik wist echt niet. Maar, of denk jij dat de Promes tegen de paai heb gezegd, joh, ik heb net even 1500 kilo koken via de haven van Antwerpen even binnen geloodst. Nou, had hij niet gezegd. Ik denk het niet, maar bij Promes zou het me ook weer niet verbazen. Maar... Gelukkig wil Kai bij Ajax blijven. Hè? Gelukkig wil Kai bij Ajax blijven. Dat is ook bijna crimineel. Hij heeft toch best wel veel gevoetbald. Het is ook al wat anders, zei hij. Ja, maar dat is natuurlijk heel iets anders. Deze jongen gaat nergens meer verdienen in zijn hele carrière niet dan wat hij nu bij Ajax verdient. Dus die zegt, ja, dat contract ga ik natuurlijk uitdienen. Ja. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar daarom is het ook het spoor van vernieling dat Mislint had. Heb ik dat al een keer gezegd in deze podcast of niet? En heb ik ook al gezegd dat die commissarissen Mosman, Van Halst, Van Oefelen en Sliek ook niet echt hebben gezegd. Nee, maar daarom, hij heeft niet alleen 115 miljoen euro in het Noord-Hollands kanaal gegooid. Maar hij heeft ook 59 jaar een contract uitgedeeld. En ook aan jongens als Guy. En er zijn heel veel mensen in Nederland die hopen dat een aantal spelers, en ik kan ze echt vertellen, van de 12 gaan echt 2-3, die gaan het nog wel doen. En dan denk je later bij een club van, hè? Ze kunnen toch wel voetballen. Ja, maar Mike die belde mij gisteren op en die zegt van, zit je ook Jong Oranje te kijken? Ik zeg, nee. Manswerk, nee. Hè? Ja, dat is een lekkere terugspeel. Nou, ik heb het gezien. Dus dat zegt alles. Maar die verslaggever, die vond het... De aanvoerder aanvoerder van Noorwegen, met andere woorden. Nou, die kan echt wel wat. Nou... Toch af die een balletje breed. Toch wel. Heel veel mensen hopen nog maar in Nederland. En dat merk je echt. En heel veel bij verslaggevers. Dat ze hopen dat er toch nog maar een paar spelers wel renderen. Van dat zootje ongeregeld wat hij heeft binnengehaald. En dat is manswerk. En dat, ik weet niet waarom dat is. En dat is ontzettend knap van Mislint dan. Het is gewoon een charlatan. Het woord charlatan niet meer gebruiken. Maar dat niet? Nou ja. Oké, dat kan ook. Die charlatan. Wat jij wil. Nee, maar dat hij gewoon echt tot journalisten aan toe, die waren, de grote Mislint had. Hij was zo charmant en had zo'n goed verhaal. Nou, ik kan echt collega's opnoemen die waren helemaal... Nou, dit was begeisterd. De verlosser. Ja. En dit was echt next level. Dortmund gelooft nog in hem. Hij is echt op weg naar, schijnt. Ja. Nou, dan wens ik Dortmund heel veel succes. Ja. In de tweede Bundesliga. nog een paar dingetjes daarover, over Ajax. Alex Groes heeft een interview met Ziggo gegeven. Hij zei volgend jaar ook nog niet om die titel meedoen. Dat is toch niet helemaal reëel dat we dat... Het is niet des Ajax, zoals dat dan altijd heet. Want Ajax moet elk jaar om de landstitel meespelen. Maar ik vind dit heel logisch als je ziet waar Ajax nu staat. En ik vond hem ook heel goed overkomen. Ik vind de keuze voor Ziggo bij de hoofdsponsor gaan zitten, vind ik heel onverstandig. Ik denk dat je eerste interview niet bij een vertrouwd iemand moet doen. Maar dat je gewoon dan echt... En ik vind het tijdstip ook niet heel handig. Hij mocht officieel niks doen tot 15 maart. Ja, iedereen weet dat hij natuurlijk wel een heleboel informele, tussen haakjes, gesprekken heeft gevoerd. Mm. Dus die heeft gewoon al heel veel huiswerk gedaan. Maar dan kom je in een organisatie binnen en dan ga je mensen tegenkomen met wie je gaat werken. En
ga dan eerst weken in gesprek met die mensen met wie je gaat samenwerken. En vorm je een beeld van de organisatie, hoeveel banen er uiteindelijk weg moeten. Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. En doe dan na een week of na twee weken of na een maand je eerste interview. Want dan heb je een beeld van de organisatie. En nu was jij had het eerste korte interview. Ja, dat waren vijf vraagjes. Nou ja. Drie vragen geloof. Iedereen geeft daar zomaar antwoord op, toch? Nee, dat heel blij. Een beetje het lullige was dat die antwoorden stonden ook op de Ajax-site. Oh ja. Ja, en iets andere... Ja, maar dat was natuurlijk wel goedkoop scoren van Cruz. Ik moet zeggen, Cruz kwam wel goed over in dat CEO-interview. Ook omdat je hoeft hem nu ook niet zeg maar onder vuur te nemen met allerlei hele kritische vragen. Maar ja, en de eerste geluiden die je ook hoort van zaakwaarnemers en mensen die met hem hebben gesproken. Het is wel een man met een visie, hij is duidelijk. En ja, iedereen is toch wel heel hoopvol binnen Ajax dat hij dingen kan veranderen. Maar ja, er moet wel een heleboel veranderen. Ja, maar hij heeft nu gedaan wat wij als eerste advies hebben gegeven. En dat is gewoon het verwachtingspatroon managen. Ja. Nou, en daar is hij mee bezig. En ik weet zeker aan het begin van het volgende seizoen gaat hij zeggen, nou, we hopen om mee te doen voor de prijzen, voor de hoofdprijzen. Nou ja, en daar zeg je in feite mee van, het zou kunnen dat we misschien wel kampioen worden. En het kan heel snel gaan. Alleen wat Mike terecht opmerkt, er is zo'n berg puinhoop daar bij dat Ajax. Ja, daar zou je toch ook eerst een grote schoonmaak moeten maken. Maar je leest ook PSV wil graag Dest overnemen, maar dat wordt een lastig verhaal. Ja, maar die gaan uiteindelijk als ze echt willen. Een lastig verhaal. Ja, maar dat zeggen ze allemaal. Dat zijn allemaal onderhandelingstechnieken en tactieken. Dat geloof ik allemaal wel. Maar is zo'n Dest haalbaar voor PSV, denk je? Om nog een natuurlijk is hij haalbaar. Ja, ik denk dat Dest... Was die Dest, waar kon die nou ook alweer naartoe? Die kon ook, hoorde ik hoor. Ik weet niet of het klopt, maar die schijnt ook naar Ajax. Ik denk dat Maurice Stijn hem wel wilde. Ik wil nog één ding zeggen over Van Depay. Jij suggereert bijna van, ja, hij moet hem laten vallen. Maar ik zit wel eens aan die tafel bij vandaag Inside. Wie moet laten vallen? Hij Promes bedoel je? Ja, hij zou Promes moeten laten vallen. Hè? Omdat zijn vriend dingen buiten zijn gezichtsveld zeer waarschijnlijk om doen die daglicht niet kunnen verdragen. En hij is dan veroordeeld. En nou is Akjol niet veroordeeld. Maar er wordt natuurlijk continu op ingehakt op die jongen dat het een backstabber is. Hè? Dus een mes in de rug. Van Nieuwkerk bedoel je? Matthijs van Nieuwkerk. Ja, omdat hij had gesuggereerd over een filmpje wat online ging. Dan is het punt van blijf je vriend trouw? Of steek je nog een mes in de rug of geef je nog een trap na terwijl hij op de grond ligt? En dat zijn natuurlijk wel, dat moet iedereen voor zichzelf weten. Maar zo zou ik ook niet willen zijn. Nee, oké. Maar goed, inderdaad, omdat het op social media wordt verspreid, wordt het dan weer een onderwerp. Of omdat het publiekelijk is. Dus kijk, Wijnaldum en Depay. Het zijn natuurlijk ook makkelijke slachtoffers. Heel Nederland heeft daar een mening over. Maar wie? Nee, dat was een grapje hoor. Wie kent ze? Ik vind wel, Depay, alles wat hij zegt is nu ook verkeerd. Dus weet je, ik vind deze keuze voor zijn vriend, hoe weinig ik ook met Promes heb en echt wat hij heeft gedaan, natuurlijk gigantisch afkeur, dat hij hem steunt. Ik kan me daar wel in vinden. Nou, en hopelijk kan hij zijn topniveau. En er zijn heel veel internationals geweest die gewoon de media voorbij liepen. Hè? Die de media niet te woord stonden. Ik weet nog bij het EK in Oekraïne en Polen. Ja, er waren bijna geen enkele international stelde op prijs dat de media langs kwam. Het was een slecht toernooi. Ja. Dat ging toen helemaal niet goed met Van Marwijk. En, Van Marwijk niet. En er waren problemen met Van Persie en met Van Bommel. Huntelaar, weet ik wat er allemaal aan de gang was daar. Hè? En toen kreeg je bijna niemand te spreken. Nee. Het mooie is wel, dat hoorde je ook op die persconferentie terug. Koeman heeft het natuurlijk zelf meegemaakt in 88, Europees kampioen, 90, waardeloos toernooi. Ja, in 2010, 2012, dat stipte Wesley Sneijder terecht aan. Was het eigenlijk precies zo. WK-finale spelen met bijna hetzelfde team. Ja. Gewoon roemloos uitgeschakeld wordt. Ik moet zeggen, ze hadden die eerste wedstrijd tegen Denemarken. Ja. Normaal gesproken win die met 10-1. Nou ja, 3-1, 4-1. Ja. Dan was het waarschijnlijk heel anders gelopen. Maar je merkte wel dat die selecties in 2010 een gigantisch team. En 2012 had je dat gedonder met Van Persie, Huntelaar. Nou ja, dat ging alle kanten op. Nou, Robben was er niet bij, hè? Ja, dat scheelt ook. Dat maakt er nog wel wat uit. Want uiteindelijk zijn het toch de spelers en de kwaliteiten van de spelers die het verschil maken. Maar dat Koeman is wel een bondscoach. Die gaat ook heel veel duidelijkheid, en dat gaf hij in die persconferentie ook aan, heel veel duidelijkheid geven. En niet spelen is ook duidelijkheid. Hè? Van, nou ja, jij gaat waarschijnlijk niet spelen.
Dan weet je dat ook. Nou, wat ook wel aardig was dat Koopmeiners als je in dat interview zei, is dat hij het toch wel prettiger vindt met Koeman dan met Van Gaal. Hè? Dat zei hij eigenlijk, zeggen spelers dat nou ook niet per se heel vaak. Hij durfde dat niet. Nee, maar hij gaf het gewoon om en om naartoe eigenlijk. Roep je de toorn af van Van Gaal? Nou, dat durft bijna niemand in Nederland. Nee. Ja, stel je voor dat de grote Louis van Gaal je afvalt. Het is ook heel opmerkelijk in die zin dat Louis van Gaal, ja, teuntje voor, teuntje na, dat was echt zijn speler. Was het nou ook Teun Koopmeiners of was het Frenkie? Dat hij zeg maar vroeger bij Sparta een beetje een Teun Koopmeiners was, ja, toch? Ja, Teun Koopmeiners. Oh ja, klopt, ja. Alleen dan iets minder snel, toch? Ja. Dat was ook een beetje... Maar ja, hoe heet dat? Van Gaal is niet verantwoordelijk voor de samenstelling van het Nederlands elftal, nu meer. En Ronald Koeman wel. En als je dan gaat roepen van... Ja, ik vond Van Gaal eigenlijk een veel leukere kerel dan de Koeman. Nou ja, dan zit je natuurlijk zeker heel juni en juli zit je op de bank. Was wel een ontzettend goede vraag, dank je. Nee, maar ik stelde die vraag omdat hij van zijn 20 in het land... heeft hij de 14 onder Van Gaal gespeeld. Onder Koeman kon hij er ook bijna nog geen 20 gespeeld, of 14 gespeeld hebben. Maar daar heeft hij maar 5 onder gespeeld. Dus ja. Die vraag zo van... En toen zei... hopen dat hij, het niveau van Atalanta... dat hij dat een keertje bij het Nederlands elftal gaat laten zien. Ik zit in één keer te denken, want die wedstrijd begint om... 8:30? Ja, 9:30. Kwart voor negen. Dus jullie hebben volgens mij een beetje het idee om gewoon door te lullen totdat we richting richting het stadion gaan. Ja, het gaat zo lekker. Ja, moet op tijd. Maar ik moest om 4 Jij uur moet ook weg. Ja, terwijl nog geen minuut is gespeeld. En als de mensen dit luisteren, dan zijn er 90 minuten gespeeld. Dan zijn ze helemaal niet geïnteresseerd. Gimenez mogelijk naar Real Madrid. Nee, die vader zei van Real Madrid heeft hem ook al benaderd. Hè? Ja, nou, dat geloof ik ook. Ik geloof dat gebeurd is rond die wedstrijd Atletico Madrid Feyenoord. En zo. En dat Simeone wel van een type spits was. Ja, maar dit was Real, hè? Oh, Real? Oh, ja, dat las ik. Ja. Oh. Hij was in Madrid, dus. En ik las inderdaad in het interview, geloof ik, met VI, dat Ramai inderdaad 1,87 is. 1,87, wat best wel lang is, toch? Maar goed. Voor een keeper niet. Een keeper moet minimaal over de 1,90. 1,91 is gewoon een basis. Verstegen ook niet zo lang, hè? Verstegen niet. Terstegen niet. Daar werd hij mee vergeleken. Ja, maar Ramai is echt een hele goede keeper. Maar heb je gezien hoeveel tegengoals hij heeft gehad, of niet? Ja, maar ja. Ik bedoel, hoeveel schoten, hoeveel... Ja, maar misschien kan hij die verdediging een beetje organiseren. Maar, okay. maar dat wordt dus heel interessant. Ja. Kijk, nu krijgt hij bij een gemiddelde Ajax-wedstrijd 17 schoten op doel tegen. Maar er komt voor Ajax hopelijk weer een keer een moment dat je 2-3 ballen op doel krijgt. En hoe doet hij het dan? Oké, eerst Nederland-Schotland, dan Nederland-Duitsland. We zijn er maandag sowieso weer met een podcast. Duitsland-Nederland. En ik zeg tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Ja.